In deze aflevering van Brunsum Nu ontmoeten we de talentvolle dansers Django en Jill. Verbeteren we de veiligheid in de buurt met Burgernet. En raken we al lekker in de kerststemming. Maar nu eerst onderzoeken we de zogeheten banenafspraak. In Nederland hebben we afgesproken dat iedereen kans op een baan moet krijgen. Ook mensen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben, door bijvoorbeeld een lichamelijke beperking. Die afspraak noemen we de banenafspraak. Het bedrijfsleven en de overheid zorgen samen voor 125.000 banen voor mensen met zo'n arbeidsbeperking. Gemeente Brunsum doet ook mee aan die banenafspraak. Iedereen heeft talenten, ook mensen met een beperking. Als deze mensen een kans krijgen bij een gewone werkgever, ontstaat er een eerlijkere arbeidsmarkt en een eerlijkere samenleving. Sinds kort zijn de eerste mensen aan de slag bij de gemeente Brunsum. Een voorbeeld is Roger Spijkers, die voorheen werkte als freelance ICT'er bij grote bedrijven. Alleen toen kreeg ik mijn hersenbloeding. In september, eind september kreeg ik mijn hersenbloeding. En moest ik eigenlijk alles opnieuw leren. Door zijn hersenbloeding kan Roger geen volle dagen meer werken en werkt hij nu op een lager niveau dan voorheen. Ik los hier alle ICT-problemen op. Het probleem is alleen dat ik een hele hoop dingen zelf niet kan oplossen, maar die moet ik dus doorgeven naar Pit of de mensen die hier zitten. Een ander voorbeeld is Nelis Diepeveen, die voor de gemeente werkzaam is als beheerder van Sporthal Rumpen. Nelis heeft al jaren last van verschillende huidallergieën. Ik kan dus nergens op een normale werkafdeling kan ik functioneren met mijn beperkingen. Het wordt zeer moeilijk. Nelis zat jarenlang in de bijstand en zocht uiteindelijk hulp bij de gemeente. Toen hebben ze de hele situatie bekeken van mij en ze zijn op een conclusie gekomen. Inderdaad, het kan gewoon niet. We moeten kijken of we die meneer kunnen helpen met ondersteuning van een baan die bij hem past. En daar waar hij dus mee vooruit kan komen. Werkgevers kunnen binnen Parkstad terecht bij het werkgeversservicepunt om hen te helpen met het nakomen van de banenafspraak. Samen met de werkgever kijken we naar de personele behoeften binnen de eigen organisatie. Op de werkvloer is het misschien mogelijk om de werkplekaanpassingen te verrichten. En ook kijken we samen met de werkgever of er mogelijkheden zijn voor subsidieregelingen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid als werkgever. Ik roep iedere werkgever op om hetzelfde te doen. Want het loont om iedereen een eerlijke kans te geven. Voor mij betekent deze baan eigenlijk het walhalla. Want ja, ik was ervan uitgegaan dat ik niet meer aan de bak zou komen. Bent u als werkgever geïnteresseerd in de banenafspraak? Neem dan contact op met het werkgeversservicepunt. We komen graag bij u langs om deze kansen en mogelijkheden te bespreken. Brunsum bereidt zich voor op de kerst. Op veel plekken is al schitterende kerstversiering te zien. Een van de Brunsumers die op geheel eigen wijze invulling geeft aan kerst is Anita Bok. Als die donkere dagen eraan komen, dan trekken wij alles uit de kast. Dan gaan alle lampjes weer op. Dan komt de gezellige kerstfeer weer helemaal terug in huis. Kinderen vinden het zelf ook helemaal geweldig. En ja, dat is dan ook wel de motivatie om het te doen natuurlijk. Mijn man is niet zo into de kerstsfeer als dat wij dat zijn. En wij noemen hem ook dan de Grinch van het gezin. Dit jaar is mijn pronkstuk toch echt wel de grotten en het kerst, de sneeuwgedeelte, de dorpjes. Dat vind ik toch echt wel het stuk dit jaar. Deze valt inderdaad uit de ton. Dit is het kerststuk van de Grinch. Ja, de meesten vinden het helemaal geweldig. Er komen vrij veel kleine kinderen hier. Ja, die kijken hun ogen uit en gaan ook met een smile weer naar buiten als de ouders ze al naar buiten krijgen. Gezellig kerstvieren, samen. Dat is belangrijk volgens Anita. Er is al genoeg problemen in de wereld. Laten we het dan die maand van december gewoon gezellig houden met elkaar en samen zijn. Thank you.
Wonen in een veilige buurt, in een veilige gemeente. Dat is niet alleen een zaak van de politie, maar van ons allemaal. U kunt de politie helpen bij het oplossen van een inbraak of bij het vinden van vermiste kinderen. Burgernet is voor mij als wijkagent, maar eigenlijk ook voor de politie in het algemeen, een hele belangrijke tool voor het opsporen van allerlei zaken. De mensen in de wijk, de gewone buurtbewoners, dat zijn voor mij de ogen en de oren. We realiseren ons ontzettend goed dat wij het niet alleen kunnen en we hebben gewoon de burger nodig. Helpen kan op een eenvoudige manier. Met Burgernet. Wij vroegen de politie hoe Burgernet precies werkt. Het begint natuurlijk dat een burger iets bij de meldkamer meldt. Dat kan zijn dat hij betrokken is geweest bij woninginbraak. Vervolgens belt hij de politiemeldkamer. En dan kan het zijn dat wij een burgernetbericht uitzetten. En dat bericht krijgt dan die burger die daar precies in die omgeving woonachtig is, krijgt dat op zijn telefoon binnen. De burger kan vervolgens de politie tips geven. Dat helpt de politie bij het oplossen van het incident. De wijk Op de Vos, daar is ingebroken. Dat is op Burgernet gezet. Dat is meteen via Burgernet, want dat hebben we ook geregeld, is er een koppeling gemaakt met de buurt WhatsApp. En dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat twee daders zijn aangehouden. En uiteindelijk is uit verder onderzoek gebleken dat ze verantwoordelijk waren voor 11 woninginbraken. Nou, de ambitie van Burgernet is dat wij zoveel mogelijk mensen willen bereiken. Dat kan doordat de mensen zich aanmelden bij Burgernet. En een andere manier is dat mensen de Burgernet-app downloaden. Het aantal deelnemers aan Burgernet in Brunssum ligt lager dan in omliggende gemeenten. Hierdoor is de kans om een succesvolle opsporing door de politie kleiner. Het is dus belangrijk dat meer inwoners van Brunssum zich aanmelden voor Burgernet. Ik wil jullie verzoeken, download de app, meld je aan, zodat we samen kunnen zorgen voor een nog veiliger Brunssum. De veiligheid is niet alleen maar iets van de politie of van de gemeente, nee, veiligheid is iets van ons allemaal. En daar hoort die burger ook bij. Meld u daarom aan bij Burgernet. Want een veilige buurt is een taak van ons allemaal. Vuurwerk hoort bij oud en nieuw. Vuurwerk is mooi, maar kan ook tot overlast leiden. Voor mens en dier. Dat merkt ook Angelique Oort, die zwerfhonden opvangt. Helaas is vuurwerk niet altijd leuk. Honden zijn daar bijvoorbeeld heel erg bang voor. Ze schrikken van de knallen, raken in paniek met alle gevolgen van dien. Geniet van oud en nieuw. Maar steek vuurwerk alleen af op de tijden dat het mag. Je doet onze honden een groot plezier mee. Alvast bedankt namens de honden en de hondenbezitters van Brunssum. Vuurwerk afsteken? Alleen op oudejaarsavond tussen 6 en 2. Het Vredeslicht komt naar Brunssum. 5000 scouts uit 25 landen verspreiden deze vlam uit Oostenrijk in een actie die aandacht vraagt voor het gehandicapte kind. Op zaterdag 23 december komt het Vredeslicht naar Brunssum. Wil je dit licht delen met anderen? Kom dan naar de Brikkenoven vanaf 5:30. Sneeuw of geen sneeuw, de Brunssumer Heide ligt er altijd sprookjesachtig mooi bij in de winter. Natuurmonumenten organiseert tijdens de maand december tal van activiteiten voor jong en oud. Een pannenkoekenwandeling bijvoorbeeld, of winterkoekeloeren. Zin in een frisse neus en een avontuur in de natuur? Ga dan naar de Brunssumer Heide. Het kerstverhaal komt tot leven op het Clemensdomein. Op tweede kerstdag is hier een sfeervol kerstschouwspel te zien. Laat je rondleiden door de herders van het Clemensdomein en beleef het kerstverhaal in 5 mooie acts op 5 prachtige locaties. Er zijn 3 rondleidingen vanaf 1:00 middags. Op woensdag 3 januari vindt de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats van de gemeente Brunssum. Iedere inwoner van Brunssum, iedere vereniging, iedereen die Brunssum een warm hart toedraagt, is welkom in de Brikkenoven vanaf 7:00. Graag tot dan! Voor meer informatie www.brunssum.nl/evenementen. Dit is Django. En dit is Jill. Twee talentvolle dansers van Dance Center Benito Dean in Brunssum. Met een wel heel bijzonder optreden op de agenda.
Django en ik zijn uitgekozen om mee te mogen doen aan het kerstmuziekgala met als eregast Maxima in Ahoy Rotterdam. De twee jonge dansers werden voor het evenement uitgekozen na een pittige auditie. Je kreeg een dans aangeleerd, een soort van kerstdans. En dan moest je die uitvoeren voor 3 goede dansers. Ja, toen hebben we dat gedaan en toen zijn we van de 358 bij de laatste 38 uitgekozen. Django en Jill laten straks voor koningin Maxima een echte kerstdans zien. Een kerstdans is een dans met een leuke sfeer. En het is wel makkelijker dan een normale dans, dan bijvoorbeeld hiphop. Maar omdat de flow die je moet hebben, die is wel lastig. Je moet wel op je gezichtsuitdrukking letten, het moet wel een beetje ja, blij zijn. Omdat het is natuurlijk, ja, de sfeer is ook blij. Benito Dien, eigenaar van de dansschool, heeft in ieder geval geen twijfel dat zijn dansers het goed zullen doen. De dans is best wel op hoog niveau. Ze hebben heel veel meegemaakt. WK's, EK's, in groepen, solo's en duo's. Dus ja, ze zijn op topniveau bezig. Ja, ik ben natuurlijk wel zenuwachtig, want het is wel voor de koningin, dus niet zomaar iets. Ja, je danst wel echt voor een belangrijk iemand, voor de koningin. En dat is wel een leuke ervaring om te hebben. Dus ja, ik ben best wel nieuwsgierig, hè. Ja, als het kans er is om de koningin een handje te geven, zou ik dat wel doen, ja. Ja, als het mag, wel. De dansschool kan in ieder geval weer een indrukwekkend optreden aan de erelijst toevoegen. Ja, ja, een hele goede kerst zelf dit jaar. Ja, hele goede kerst. Het kerstmuziekgala wordt mede georganiseerd door de stichting Meer Muziek in de Klas, die zich inzet voor structureel en goed muziekonderwijs op basisscholen. Koningin Maxima is erevoorzitter van deze organisatie. Het kerstmuziekgala met Django en Jill wordt uitgezonden op NPO 1 op zaterdag 23 december.